staat te beuken in de ring op een collega zonderling. Want jij wilt onder geen beding de match verliezen. Nou, die verloopt geheel naar wens, de nobel art of self-defense. Wat krijgt je arme medemens het voor zijn kiezen? Ik lijk Mohammed Ali wel, bedenk je trots en blij. Hallo, wat hoor ik nou, jongen? Hans Beum, een schaker die voor de televisie ging werken. Voor de KRO presenteert hij Meeste Stemmen Gelden. En nu al bijna 5 jaar, ook dat nog. Goedenavond. Dus dit is een hemelbed zonder hemel, maar verder compleet. IKEA. Weet u dat zeker? IKEA. Helemaal compleet? IKEA. Het is een wet in elke sport, dat wat niet is ook nooit wat wordt. Behaal je heel je carrière fantasieën. Hans Beum dus. Hij maakte onlangs een cd met 5 liedjes die allemaal iets met schaken te maken hebben. Dan de knieën van de genieën. Wat is dit hoor? Ik wil even het refreintje nog één keer even doen. Precies. Het is een bed in elke sport, dat wat niet is zo groot wat moet. Hou je heel je carrière fantasieën. Of je pion of koning bent, het is een kwestie van talent. De meeste komen dus nooit hoger dan de knieën. Ik heb het gevoel dat ik daar hoog zit. Van de genieën. Jeetje. Zo. Oh. Kapot. Ja? Ja. Kamerik. Hans Beum werd op 5 januari 1950 geboren in Rotterdam. Had je nog wel een mooi stukje uitgezocht van... Ja. Concertino in stijl van Wer Mozart. Hans groeide op in een uiterst muzikaal gezin. Zijn ouders studeerden beide aan het conservatorium en ook de 3 kinderen, Hans, Wim en Niepje, bespeelden van jongs af aan een instrument. Hans speelde viool. En dan dat langzame deeltje, Welke? Speel nog eens. Hans heeft de viool al 28 jaar niet meer aangeraakt, maar de melodieën die hij vroeger met zijn moeder speelde, zijn nog in zijn geheugen gegrift. Wat je met je zus, we speelden altijd samen vroeger, of met allemaal, of met z'n tweeën. Ja. Maar alleen vind ik het niet zo leuk om te doen. Dus met z'n drieën, triootjes. Triootje met de cello. Ja, en Follow Your Lead, was jij de lead. Ja. Een gelukkige jeugd in een Rotterdamse volksbuurt. Muziek was belangrijk. Hans' zijn vader gaf les op de muziekschool en gaf ook thuis, in de achterkamer, zanglessen. Maar hij was ook concertzanger. Vlak na de oorlog maakte hij zelfs een plaat. Dit is een plaat uit... Van wanneer was die plaat? Ja, ik denk 1948 of zoiets. Het was net na de oorlog. Het is nog echt zo'n... zo'n bakkeliet of zo. Hè? Wat is het? Nee, het is bakkeliet. Piet Beum, zanger van beroep. Maar in zijn vrije tijd een liefhebber van de schaaksport. Hans zat nog op de kleuterschool toen hij van zijn vader leerde schaken. Hoe oud was je toen je dat voor het eerst in een partijtje zelf speelde? Nou, 5. Wanneer won je voor het eerst van je vader? Ja, daar lopen de verhalen over uiteen. Ik geloof na een paar maanden. Ja. Dat lijkt me vrij frustrerend voor je vader. Ja, nou daar heb ik nog wel erge dingen mee meegemaakt hoor. Dat achtervolgt je leven lang natuurlijk. Ik ben op lagere scholen ook... Herinner ik me een leraar, ik ken zijn naam, maar ik zal zijn naam met de mantel der liefde niet noemen. Maar die vroeg mij in de... die had een interviewtje gezien, zeg maar, dat was op de lagere school. En die had dan iets gezien in de krant of zo. Beumpie, jij kan schaken. Nou jongetje, dan zullen wij vanmiddag eens even een potje schaken. Nou, dat is goed. Al die leerlingetjes eromheen, en wij een potje schaken. Nou, dat was dus het eerste potje verloor die, en het tweede potje verloor die. En toen kwam dus de volgende les, dat was aardrijkskunde. En ik kreeg een beurt. Ik zei, ja nee, dat kan niet, want ik had in de pauze willen leren wat je, hè, dus dat doe ik niet. Ik ga nu niet naar voren, ja, dat moest. En ik deed het niet. Toen gaf hij mij een klap. Toen ben ik de school uitgelopen, naar mijn vader gegaan.
Die is naar de inspectie gegaan van Rotterdam. En we moesten, eind van het liedje was, we moesten alle twee van die school af. Alle twee? Alle twee. Terwijl die leraar stond op de nominatie om hoofdleraar te worden van die lagere school. Dus het was voor hem een tamelijk erg ingrijpend. Kijk, ik kon gewoon weer naar een andere school en dan kreeg ik weer dat geneuzel. Een krantenbericht uit 1958. Achtjarige schaker stond dik op winst, maar moest van zijn moeder naar bed. En ik stond gewonnen en dan laat je me omroepen dat ik naar bed moet. En nou, dat was ik ben heel boos geweest. Ja. Het is allemaal bewaard gebleven. In de plakboeken vinden we de eerste succesjes en interviews. Want een jongen van 8 die volwassen mensen van het bord veegde, dat was nieuws. Kijk, hier. Dan zie je met 8 jaar in zware strijd gewikkeld leuk, hè. Ja. Maar weet je, hij won... Als ze nou iets... kreeg hij een kip. Ja. Wat heeft zo'n kind daar nou aan? Of ik kreeg een hoe noem je zo'n ding? Een pleat voor de auto. En nou ja, daar had hij toch niks aan. Die legde ik in mijn auto. Nou ja, of ik kreeg een speculaaspop. Of zoiets. Allemaal dingen, ja. Je denkt, ja, een kind heeft er niks aan. Ja, zie je, tweede prijs, snelschaaktoernooi in Hoogvliet. Een kip. Oké, maar na 28 jaar, hè, daar gaat hij. Ja. 1, 2, 3 en 4. Hans Beum speelde viool tot zijn 16e, maar het schaken was toen al veel belangrijker. Hij was jeugdkampioen van Nederland en droomde van een carrière als professional. Maar Hans was niet iemand die alleen maar wilde schaken. Hij deed veel aan sport. Hij voetbalde en hoorde ooit bij de beste tafeltennissers van Nederland. Maar schaken was wel zijn grootste liefde. Daar wilde hij zijn beroep van maken. Toch ging hij naar de kweekschool. Dat was alleen maar om het thuis een beetje leefbaar te houden. Ik heb mijn vader, die geloofde er niks van. Dat enige kans van slagen had, schaken, om met schaken je brood te verdienen. Kijk, hij was zangleraar en hij wist hoe moeilijk het was om met, niet een echt vak, om het zo maar eens te noemen, je brood te verdienen. Hij moest op een gegeven moment na de oorlog, ja, toen was men niet zo heel erg geïnteresseerd in hoog en laag zingen. Dus men ging... wat anders doen en zijn geld ergens anders aan besteden. Ja, die crisisjaren in de 60e jaren. Dus mijn vader moest, buiten die paar lessen die hij overdag dan nog wel had, ging hij s'nachts bijvoorbeeld portier wezen of wat, ja, om geld te verdienen, om het gezin te kunnen onderhouden. Dus hij wist hoe moeilijk het was om een vrij beroep te hebben. En hij was een groot tegenstander van die keuze om schaker te gaan worden. Dus ik ging zogenaamd een opleiding volgen, maar ik dacht van als ik 20 of 21 ben, dan ben ik een move en dan ga ik de wijde wereld in. En dat heb ik ook gedaan. Zeven jaar lang trok Hans Beum meestal samen met Jan Timman door de wijde wereld. Hij leefde van het schaken en hij verdiende wat bij met tafeltennissen, sjoelen, backgammon of wat dan ook. Ja, dat is enorm avontuurlijk en het is ook, het is ook keihard. Want je moet presteren, je moet het redden, want je moet tenslotte je hotel betalen. Of iets anders, je moet eten. Het waren zijn wilde jaren, van Stockholm naar Parijs, van Reykjavik naar Amerika. Schaken om geld in de cafés, tafelvoetbal, een franc per balletje, goedkope hotelletjes, liftend van het ene toernooi naar het andere. Ik neem nou nog wel eens lifters mee. Dan gaat zo iemand die knalt als zijn rugzak of zoiets op de achterbank. Gaat naast je zitten. Je hoort geen stom woord. Dan moet ik nog moeite gaan zitten doen om te horen waar hij vandaan komt. En of hij nog studeert of wat hij doet. Dat vind ik dus onbegrijpelijk. Dat deed ik dus absoluut nooit. Want als iemand niet wil praten, goed, dan hou je mond. Maar in eerste instantie ben je toch blij dat je mee mag rijden. En dan doe je als tegenprestatie, wat heb je anders te bieden? Vertel je iets over je leven, waar je vandaan komt en wat je doet. En dat,
En vaak leidt dat dan tot best wel aardige, kortstondige ontmoetingen. En als zo'n man dan eens een keer in een wegrestaurant een kopje koffie gaat halen, dan zegt hij, goh, neem mee. En zegt, ja, ik wacht wel even buiten de auto, weet je wel, koud en zo. Maar ja, ik heb niet zoveel geld. Nou ja, een knappe jongen die dan hier een kop koffie aanbiedt, zeg maar. Maar ja, zo werkt dat toch. Rond 1975 zat Hans als schaker aan zijn top. Hij haalde een grootmeesterresultaat. Hij won belangrijke toernooien. Maar een echte doorbraak bleef uit. Hans ging zich steeds meer toeleggen op de journalistiek. Schrijven voor de kranten, man en paard voor de KRO Radio. Maar voor het betere stuntwerk is Hans altijd te vinden. 1987. Een poging om zijn eigen wereldrecord simultaan schaken te verbeteren. Ik kijk er met veel genoegen naar terug. Het was een krankzinnige happening. En 560 tegenstanders in 25 uur met 94% winst. Het wereldrecord staat nog steeds. Alweer een prijs voor de man die al zoveel prijzen won. Dan tennissen, flipperen, schaken. Wat heb je nog meer? Deze. Coupe offerte par la dernière heure. Wat het is, weet ik niet. Geen idee. 5, 4, 3, 2, 1. Ook dat nog, het consumentenprogramma van de KRO. Hans Beum is er vanaf de eerste uitzending bij. Veel gaten, lekker in grote gaten, kleine gaten, halve gaten. Lekker. Korting terug of we waarschuwen de politie. Leg neer die korting. Ze gingen gelijk als een grasmaaier over elkaar heen, joh. Ik werd zelf ingeknipt. Ik zag eruit als een soort Herman van Veen. Voor Hans Beum was ook dat nog weer een nieuwe stap. Hij ging een beetje acteren. En hij ging zich na 23 jaar weer serieus met muziek bezighouden. Ik voelde me niet lekker en al een dag of twee. Dus ging ik naar de dokter, die voelde met me mee. Die zei, je moet wat slikken, hier heb je een recept. Maar spoedig voelde ik me dubbel zo gehandicapt. Ik zong de blues, de bijsluiter blues. Ik zong de blues, de bijsluiter blues. Je snapt er niks van als patiënt, als je geen vreemde talen kent. Ik zong de blues, de bijsluiter blues. Oh yeah. Mijn vrouw kreeg zwaar migraine vanwege mijn getop. Afijn, diezelfde dokter, die wist daar wel wat op. Mijn vrouw dus dolgelukkig, gauw naar de apotheek. Maar nou is het nog erger, want nu zingt ze heel de week. Zij zingt de blues, de bijsluiter blues. Zij zingt de blues, de bijsluiter blues. De capsules van die man, dan krijgt ze nog meer koppijn van. Zij zingt de blues, de bijsluit de blues, hit the keys, Louise. Hans Beum kan zingen, maar er zijn, je hebt zingen en zingen. Laat ik zeggen, het is geen Gordon of René Vroeger. Maar hij redt zich heel aardig in een liedje. De blues, de bijsluit de blues, ik zing de blues. Toen ik net met Hans begon, dat geldt trouwens voor alle leden van ook dat nog, ben ik heel eenvoudig, met eenvoudige melodieën begonnen. En als ik nu kijk hoe 4,5 jaar verder, wat ik nu voor muziek schrijf, dan kunnen ze allemaal veel meer aan. En dat geldt zeker voor Hans. Als ik slagroom sta te kloppen, als ik boterhammen smeer, op mijn witte motor rondrijd. In een pak van glanzend leer. Osso Buco zit te eten, een gebroken kopje lijn. Altijd moet ik aan je denken, want wij hebben een geheim. Ik hou van jou, jij bent de liefde van mijn leven. En zonder jou lijkt heel mijn leven niks meer waar. Ik zou je alles willen geven, dus vraag maar op, maar vragen ligt niet in je aan. Jij bent niet te vergelijken.
zou een lichtbox willen bouwen, sterker nog een boerderij. Ik zou een loflied willen schrijven op de wrongel en de wei. Op je mooie grote ogen en je vel van zacht velour. Maar ik ben helaas geen dichter en ik deug ook niet voor boer. Ik hou van jou, je bent zo sympathiek agrarisch. Wat moet je met zo'n decadente zakkerij? Ik hou van jou, je bent zo vol bloed vegetarisch. Dat mijn vlees zo zwak kan zijn. Ik zou hooi en stro en koeken aan je hoefjes willen leggen. En het ook, als dat jouw smaak was, graag met bloemen willen zeggen. En dan zocht ik hele bossen van de allermooiste uit. Melkviooltjes, boterbloemen, kaasjes, kruid. Melkviooltjes, boterbloemen, kaasjes, kruid. Jaapie was een beetje gek, zo was hij geboren. Was dat goed? Of niet? Maar ja, hoe zing jij het dan? Zing jij dan eens? Jaapie, wat, je bedoelt dat ik te veel nadruk op beetje leg? Nee, deze was dus goed, Hans. Maar daar heb je dus nu net doorheen gedaan. Jaapie was een beetje gek, zo was hij geboren. De Knieën van de Genieën is de eerste en misschien wel laatste cd van Hans Beum. De muziek is van Diederik van Vleuten. De teksten van onder andere Jan Boerstoel, Erik van Muiswinkel en Jos Timmer. En de schoonheid van dat spel bracht hij vaak ter sprake. Dus ik heb er veel voor gedaan, veel geoefend, veel... Ik heb het serieus gedaan, het is een hele serieuze grap. Voor Hans Beum is de cd een soort combinatie van twee jeugdliefdes, schaken en muziek. Alle liedjes op de cd hebben op de een of andere manier iets met schaken van doen. Schaken, dat zijn lievelen. Gekke Jaapie bijvoorbeeld. Kon delen, niemand die van Jaapie hield of met hem wou spelen. Dan had Jaapie veel verdriet, voelde zich verlaten. Ging de wereld om hem heen als geen ander haten. Hans schaakt al jaren niet meer op het allerhoogste niveau, maar hij voelt zich nog altijd verbonden met de schaaksport. Een paar keer per maand doet hij nog simultaans, tegen gewone clubschakers. En hij doet het met plezier. Nou, het is leuk als je het propagandistisch opvat. Het is niet leuk, denk ik, als je het opvat als een tweestrijd. Dus je moet er niet op uit zijn om die mensen van het bord te hakken. Propaganda voor de schaakspot. Daar gaat het om. Een beetje problemen met je zwaar. Maar dat betekent niet dat hij partijen weggeeft. Hans Beum wil altijd winnen. Dat is de aard van het beestje. Als hij tegen 30 geoefende schakers tegelijk speelt, wint hij moeiteloos 90% van de partijen. Een beetje problemen met je zwaar. Wanneer heb je problemen met je pionnetje? Ja. Een donderdagmiddag in december. In Hilversum geeft Hans Beum een klein feestje. Wat staat er op die plaat? Hoi. Hoi. Ja. Na maanden componeren, repeteren, studiowerk en noem maar op is het dan zover. De presentatie van de cd. Ja, en zet hem op. Goed, Hans heeft een plaat gemaakt. Je kan je afvragen, is het nou verstandig? Moet iedereen in dit leven nou platen maken? Maar ik heb eens een gast gehad in een programma, dat was Jan Repel. Die is nu overleden, een oud acteur. En die vertelde mij het verhaal, hij was op een dag op jacht.
Er komt een eend over, hij richt zijn geweer. En dan klinkt er een stem uit de struiken. Er zat een visser, die had hij niet gezien. En die stem die roept, moordenaar. Dus die retel die schiet, maar schrikt toch en mist. En op dat moment zegt die stem, boerenlul. Daar zit een diepe moraal in dat verhaal. Namelijk, wat je ook doet in het leven, dan zullen altijd mensen zeggen dat je geniaal bent. En andere mensen zeggen dat je een boerenlul bent, dus je moet gewoon je eigen plan trekken. Mijn probleem is alleen even van het hier staan, dat ik echt geen flauw benul heb wat er op die plaat staat. Ik weet het niet. Zingt die man nou Mozart of Brecht of zingt hij de partij Timman Karpov na? Ik heb echt geen flauw idee. Uit de hand gelopen grap die... Showtime, story, privé, ze zijn er allemaal. Hans Beum is bekend van een populair televisieprogramma en daardoor nu eenmaal ook een bekende Nederlander. Hij kan er niet mee zitten. Als je staat te tanken, dan zeggen ze wel eens van... Hey Beum, potje schaken of zo. Of wat dan ook. Maar ja, zo wordt. Ik weet, een café binnenkomt, dan krijg je een lekker biertje van iemand. Of laten we zeggen last. Nee, nee, absoluut niet. Even voor de maat van mij. Ja? Ja, en... Houd er geen dit is voor de heren van de pers. Een fotootje. Rond het gras is groen, het juichen van het legioen. Je bent al bijna kampioen, nog één keer scoren. En kijk, daar is die voorzet al, je trekt een sprintje naar de bal. Met een ontzettend harde knal tussen je oren. Je raakt hem vol in goed vertrouwen op je balgevoel. Maar jij bent Johan Cruijff niet en dus schiet je naast het doel. Het is een wet in elke sport, dat wat niet is ook nooit wat wordt. Behou je heel je carrière fantasieën. Of je pion of koning bent, het is een kwestie van talent. De meesten komen dus nooit hoger dan de knieën van de genieën. Van de genieën. Het zo voor je zien. Toen mijn vader een plaat maakte, in 1948, moest hij in één keer van de beginnoot tot de laatste noot alles in één keer zingen. Want elke fout die hij maakte, werd ook opgenomen op de plaat. Als je tegenwoordig een cd maakt, dan zing je zo'n liedje bij wijze van spreken 50 keer. En ze pakken de 50, wat je het beste gedaan hebt, daar pakken ze dan het beste uit. Ze kunnen alles inprikken. Dus wat je krijgt op zo'n cd, is jouw absolute maximale beste van alles wat je kunt zingen. Het is een wet in elke sport, dat wat niet is ook nooit wat wordt. Behou je hele carrière fantasieën. Of je pion of koning bent, het is een kwestie van talent. De meesten komen dus nooit hoger dan de knieën van de genieën.